Ja, dames en heren, het is 10 uur en dat betekent dat onze keuring, onze veulenkeuring in de Midden-Eester gaat starten. Ik wil dan ook graag alle deelnemers van harte welkom heten en ook de mensen die via de livestream vandaag de opnames die Adriaan Meinders maakt kunnen bekijken. Ja, zoals we allemaal weten heeft de coronacrisis en de pandemie een enorm effect op ons dagelijks leven en ook voor de paardenhouderij en ook voor de keuringen. En ik wil ook wel zeggen dat ik een groot compliment wil maken aan het KVPS die middels de locatiekeuringen de keuringen heeft doen doorgaan. Vandaag een veulenkeuring. We hebben 2 juryleden, Jolanda Slootjes en Manuel Gasseling, die vandaag de veulens zullen keuren. We hebben een vaste voorbrengerskoppel. En dus we zijn in ieder geval verzekerd van een goede doorstroming en we zullen ook voor de deelnemers hier aanwezig de tijd in de gaten houden. Nummers 31 en 36 die zijn afgemeld. Rest mij u allemaal een goede keuring toe te wensen met mooie resultaten onder goedkeuringsweer en laten we er allemaal van genieten. Dank u wel.
Ja, dit was het eerste veulen in de baan, nummer 1. Een jonge Nane keer Fabe krijgt vandaag een tweede premie. Het hoofd zou iets sprekender mogen zijn, wel een mooie halsvorm. In bouw een sterke bovenlijn en een mooie kruisligging. Goed gesteld beenwerk. De stap zouden we graag iets meer ruimte vanuit de schouder willen zien. Maar een draf met een heel mooi front en veel ruimte, veel schakelend vermogen. Vandaar dus een tweede premie voor veulen nummer 1. Foal nummer 1. A cold foal by Nane. Sire of the Dam is Fabe. Gets a second premium today. Die staat hier niet. Ja.
Dan hebben we de uitslag voor veulen nummer 2. Krijgt vandaag een tweede premie. Een veulen met een opvallend mooie halsvorm. Hoofd zou iets edeler mogen. In de bouw mooi lang gelijnd zou iets sterker mogen in de bovenlijn. Mooi droog en goed gesteld beenwerk. De stap hebben we hem nog even iets meer tijd gegeven, maar blijft daarin wat ruimte missen. De draf maakt mooi front, toont lossigheid, souplesse, maar zou wat meer op het achterbeen mogen. Dus vandaar vandaag voor veulen nummer 2, een jonge Menneke Minsen, een tweede premie. En voor veulen nummer 3, een jonge Ulbeke Onne, een tweede premie vandaag. Een mooi hoofdje, mooie halsvorm, heel evenredig gebouwd met een mooie kruisligging. Het beenwerk, het achterbeen is iets gehoekt en de voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. Een veulen wat wel heel mooi stapt met veel schoudervrijheid en ruimte. In draf maakt het veulen veel front, maar zou wat scherper mogen aantreden vanuit achteren. Dus vandaar vandaag een tweede premie voor veulen nummer 3. Colt number 3 gets a second premie. Colt number 3 is a young Ulbe. Sire of the dam is Onne.
Veulen nummer 4, een jonge Julius Geijnder, krijgt vandaag een tweede premie. Het hoofd zou iets edeler mogen, maar wel een veulen met veel uitstraling. Bouw heel evenredig, mooi hoogbenig. Kruisligging is ook voldoende. Beenwerk is prima gesteld en voldoende van kwaliteit. In de stap wel voldoende ruimte, maar we zouden wat meer kracht in het achterbeen willen zien, wat meer willen doortreden. De draf is ruim en het veulen maakt een mooi front, maar zou ook daarin net wat meer kracht vanuit de achterhand mogen tonen. Dus vandaar voor veulen nummer 4 een tweede premie. Foal number 4 gets a second premium. Foal number 4 is young Julius. Sire of the dam is Reinder. Veulen nummer 5, een jonge Wielster Keer Wiemer, krijgt vandaag een tweede premie. Een veulen wat goed scoort op het rastype, edelhoofd, mooie halsvorm. Ook in bouw wordt hoog gescoord, lang gelijnd, met een voldoende bovenlijn. Beenwerk opvallend lang gekoot, wat we als positief hebben meegenomen. In beide stap en draf zien we wel activiteit, maar zouden we graag wat meer souplesse en ruimte willen zien. Dus vandaar voor veulen nummer 5 een tweede premie. Foal number 5, a young Wielster times Wiemer gets a second premium.
Veulen nummer 6. Een jonge IJzer keer Jisse krijgt vandaag een tweede premie. Een veulen met een mooi front, voldoende sprekend hoofd en een lange hals. In de bouw, het is een langgelijnd veulen, maar we zouden graag de bovenlijn wat sterker willen zien. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, maar het achterbeen is wat gehoekt. De stap is taktmatig en voldoende ruim. In de draf, een veulen met veel houding, voldoende ruimte, mooi gebruik van het voorbeen, maar zou iets meer over de rug mogen lopen. Dus vandaag een tweede premie voor veulen nummer 6. Vol nummer 6, een jong IJzer, sire by the dam, Jisse, gets a second premium today. Thank you.
Peulen nummer 7, een jonge IJzer keer Wolfert, krijgt vandaag een eerste premie. Dat heeft hij met name gekregen op het hele goede rastype. Een veulen met een heel mooi hoofd, groot sprekend oog en een prachtige halsvorm. In bouw hadden we hem graag wat meer opwaarts gebouwd willen zien, wat meer voorbeenlengte. Beenwerk is heel fijn en droog, ook goed gesteld. De stap is actief, zou wat meer ruimte mogen hebben. En in draf maakt hij een mooi front met een goed ondertredend achterbeen. Dus vandaag een eerste premie voor veulen nummer 7. Foal number 7 gets a first premium. Foal number 7 is a young IJzer. Sire of the dam is Wolfert. Veulen nummer 8. Een jonge Johannes Keer Epke krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort voldoende op rastype. De halsstand zouden we graag iets verticaler willen zien. Bouw het veulen is langgelijnd. Bovenlijn zou iets sterker mogen. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Achterbeen is iets gehoekt. De stap toont veel lossigheid en voldoende ruimte. Zou net wat meer buiging in het achterbeen mogen laten zien. Ook de draf toont lossigheid, ruimte, zou iets meer mogen reizen in de voorhand. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 8. Foal nummer 8 gets a second premium. It's a young Johannes. Sire of the dam is Epke.
Veulen nummer 9, een jonge Ime Kedries, krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort voldoende op rastype. In de bouw zouden we graag een wat meer opwaartse bouw willen zien en een wat sterkere bovenlijn. Ook wat meer voorbeenlengte zou niet meer staan. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap is actief en taktmatig, maar zou erin wat meer bodem mogen dekken. Ook de draf is taktmatig en zou voldoende of zou wat meer ruimte mogen tonen en wat meer souplesse. Dus vandaag voor Veulen nummer 9 een tweede premie. Foal nummer 9, een jong Ime, Sire of the Dam is 3, gets a second premium. Veulen nummer 10, een jonge Alwin Keerscherp, krijgt vandaag een derde premie. Veulen heeft een sprekend hoofd. Hoofd-halsverbinding zou iets lichter mogen. De bouw, de bovenlijn zou wat sterker mogen. En we zouden graag wat meer kruislengte willen zien. En ook de ligging van het kruis zou iets correcter mogen. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Achterbeen is wel wat gehoekt. In de stap missen we de ruimte. En met name de schoudervrijheid. Ook in draf zouden wij graag wat meer schoudervrijheid willen zien. En meer draging vanuit de achterhand, zodat het veulen wat meer in het front kan reizen. Dus vandaag een derde premie voor veulen nummer 10. Foal nummer 10, een jong Alwin, Sire of the Dam is Sharp, gets a third premium today.
Veulen nummer 11, een jonge Sipke Kedries, krijgt vandaag een tweede premie. Een veulen met een sprekend hoofd zou iets meer halslengte mogen hebben. Veulen heeft een goede bovenlijn, zou iets meer voorbeenlengte mogen tonen. Positief is wel de romprichting. Beenwerk is voldoende gesteld en voldoende van kwaliteit. De stap is actief en voldoende ruim. De draf, veulen maakt wel houding, maar zou iets krachtiger mogen ondertreden. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 11. Vol nummer 11 gets a second premium. It's a young Sipke, sire of the dam is Dries. En voor veulen nummer 12, een jonge Tjalle keer Torben, hebben we vandaag een eerste premie bedacht. Een veulen wat heel mooi scoort op het rastype, veel uitstraling, mooie halsrichting en halsvorm.
Het is een evenredig gebouwd veulen met een goede kruisligging en voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk is voldoende gesteld en van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim en actief, zou daarin net wat meer schoudervrijheid mogen tonen. En in de draf maakt het veulen een mooi front, is heel takmatig, zou erin net wat meer souplesse mogen tonen. Maar met name door het goede ras en bouw, vandaag een eerste premie. Vol nummer 12, a young challe, sire of the dam is Torben, gets a first premium today. Veulen nummer 13, een jonge Jurre keer Johannes, krijgt een tweede premie. Veulen scoort voldoende op rastype met een sprekend hoofd. In de bouw zouden we graag wat meer ontwikkeling willen zien en een wat sterkere bovenlijn. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap is actief en voldoende ruim. En in de draf maakt het veulen een mooi front en blijft takmatig draven. Zou iets meer mogen reizen. Vandaag voor veulen nummer 13 een tweede premie. Vol nummer 13 gets a second premium.
It's a young Jurre. Sire of the Dam is Johannes.
veulen nummer 14, een jonge Tiemeke Hessel, hebben we een tweede premie. Veulen is sprekend in het hoofd, scoort daarop voldoende. Goede, langgelijnd veulen, heel best van ontwikkeling. De bovenlijn is voldoende en de romprichting is positief. Beenwerk zouden wij graag wat correcter willen zien, met name in het voorbeen. De stap is wat overhaast en zou daarin wat meer ruimte mogen maken. De draf een mooi front, zou net wat meer op het achterbeen mogen, maar wel voldoende ruimte in de draf. Vandaar vandaag een tweede premie voor veulen nummer 14. Foal number 14 gets a second premium. It's a young Tiemen, sire of the dam is Hessel. Veulen nummer 15, een jonge Tiemeke Norbert, krijgt vandaag een eerste premie. Het is een aansprekend veulen, voldoende in het rastype, hoewel het hoofd iets edeler zou mogen zijn.
in de bouw heel evenredig gebouwd, goed ontwikkeld, in het middenstuk iets gerekt. Beenwerk is van hele mooie droge kwaliteit en goed gesteld. De stap is voldoende ruim en takmatig en met mooi lichaamsgebruik. De draf heeft veel takt, dekt voldoende bodem, zou erin net wat meer souplesse mogen tonen, maar met name op de goede stap en het beenwerk een eerste premie voor veulen nummer 15. Foal number 15 gets a first premium. It's a young Tiemen. Sire of the dam is Norbert. Hij moet toch weer even lopen nu? Ja, nu moet hij gewoon daar gaan staan. Ja, daar is het. Thank you.
Veulen nummer 17 was ons eerste merrieveulen vandaag. En ze krijgt een tweede premie. Het is een jonge Naneke Tjalle. Scoort voldoende in het rastype, hoewel het hoofd net wat sprekender zou mogen zijn. Maar een voldoende lange hals. In bouw evenredig gebouwd, voldoende ontwikkeld, zou een wat mooiere kruisligging mogen hebben. Beenwerk is correct. In standen en in kwaliteit. De draf is ruim. Lichaamsgebruik, maar zou daarin net wat meer mogen reizen. De stap was vandaag een beetje de bottleneck. Is wel actief, maar zou erin wat meer taktvast mogen zijn. Vandaag dus voor veulen nummer 17 een tweede premie.
Veulen nummer 18, een jonge ijzerkeer Biemer, krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort goed op rastype, veel uitstraling, mooi hoofd en een lange hals. In de bouw zouden we graag een wat sterkere bovenlijn willen zien en wat meer voorbeenlengte zou niet misstaan. Ook het kruis zou wat minder hellend mogen zijn. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap is voldoende door het lichaam met voldoende takt, maar zou erin wat meer schoudervrijheid mogen tonen. In de draf zagen we veel lossigheid, taktmatigheid en een mooi gebruik van het voorbeen. Dus met name op de draf en het rastype een tweede premie voor veulen nummer 18. Filly number 18 gets a second premium. She is a young ijzer, sired by the dam Wiemer. See you.
Veulen nummer 19, een jonge Johannes Kironne, krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort voldoende op rastype met een mooi hoofd, zou een iets sprekender oog mogen hebben. Scoort heel goed op bouw, lang gelijnd, met een goede bovenlijn en met name een mooi kruis met een mooie kruisligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit en goed gesteld. De stap is voldoende actief, maar zou erin wat meer ruimte mogen tonen. In de draf toont het veulen veel front en takt, zou erin net wat meer schoudervrijheid mogen laten zien. Vandaar vandaag voor veulen nummer 19 een tweede premie. Foal nummer 19 gets a second premium. She is young Johannes, sire of the dam is Onne. Veulen nummer 20, een jonge Jurre Keervelle, krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort hoog op rastype. In bouw zouden we graag wat minder neerwaarts willen zien. En de bovenlijn zou wat sterker mogen, met name richting de lendenen. Kruisligging is daarentegen wel heel positief. Beenwerk is voldoende gesteld en voldoende van kwaliteit. De stap is actief, taktmatig, maar zou erin net wat meer ruimte mogen tonen. En de draf blijft wat in een hoger ritme, maar wel voldoende taktmatig. Vandaar dus vandaag voor veulen nummer 20 een tweede premie. Foal nummer 20
gets a second premium. It's a young Jurre. Sire of the dam is Felle. Veulen nummer 21, een jonge Julius Kibrent, krijgt vandaag een tweede premie. Veulen scoort voldoende op een rastype. Bouw zouden we graag iets minder neerwaarts willen zien, een sterkere bovenlijn. En de hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen. Beenwerk, daarentegen scoort het veulen heel goed. Mooi, droog, fijn beenwerk, goed gesteld. De stap is heel makkelijk met ruimte en taktmatigheid. En er wordt mooi vanuit de schouder gestapt. In de draf missen we die ruimte helaas. Zou wat meer front mogen maken en het veulen mist het schakelend vermogen. Dus met name in verband met het goede beenwerk een tweede premie voor veulen nummer 21. Foal number 21 gets a second premium. It's a young Julius. Sire of the dam is Brent. Ja, ik ga beginnen. Oh, nee, maak foto's. Ja.
film is staan, hè. Dus het is niet zo goed. Ik heb alleen hier blauwe schoenen. Het staat er ook op, hè? Het staat er ook op. Ziet er ook op. Maar straks moet het even naar achter. Oh wow, hij doet het hele holster af. Oh. Als je verstand staat, is je ietsje meer. Dan hebben we veulen nummer 22. Een jonge Nane Keer Olof krijgt vandaag een eerste premie. Eerste premie krijgt het veulen met name op een hoge score op rastype. Een mooi front met een met name hele mooie lange hals die goed gesteld is. Het veulen is lang gelijnd, de bovenlijn is voldoende en het veulen is voldoende hoogbenig. Beenwerk is correct gesteld en voldoende van kwaliteit. De stap heeft voldoende lichaamsgebruik en veel ruimte zou erin net iets meer schoudervrijheid mogen tonen. En in draf veel buiging in het achterbeen, veel schakelend vermogen. Vandaar dus op rastype en draf een eerste premie voor veulen nummer 22. Filly number 22 gets a first premium. It's a young Nane. Sire of the dam is Olof.
Veulen nummer 23, een jonge Rommert keer Onne, krijgt een tweede premie. Veulen scoort voldoende op rastype, een sprekend hoofd, wel een wat zware hoofd-halsverbinding. In de bouw zouden we graag een wat meer opwaartse romprichting willen zien. En het veulen is wat strak op de lendenen. Beenwerk is voldoende van kwaliteit en voldoende gesteld. De stap is actief en takmatig, zou erin net wat meer lossigheid mogen laten zien. De draf mist wat ruimte en mist ook wat het schakelend vermogen. Een tweede premie, zoals gezegd, voor veulen nummer 23. Vol nummer 23, een jong Rommert, Sire of the Dam is Honor, gets a second premium. We gaan even een korte...
Dat is een Mathies maal Jerke. Het is een voldoende lange lijn veulen. De fractie. Zal ik heel opnieuw beginnen? En nu bij de uitslag van nummer 29. Dat is een Mathies maal Jerke. Het is een voldoende lange lijn veulen. De fractie neerwaarts gebouwd. Wel goed ontwikkeld. Heeft een sprekend hoofd. De hals is lang, maar ietsjes horizontaal. De hoofd-halsverbinding zou iets lichter mogen. De rug en lenden zijn correct. Kruis voldoende lengte, maar is iets hellend. Het beenwerk is voldoende hard en droog. Voor- en achterbeenstanden zijn correct. De stap is actief, zou wat ruimer mogen en iets meer door het lichaam mogen stappen. De draf is voldoende takmatig, mist wel wat ruimte, maar daarentegen maakt hij wel weer wat houding. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. Dan hier bij de uitslag van nummer 25, de Ime maal Dries, krijgt vandaag een tweede premie. De veulen zou iets langer gelijnd mogen zijn. Hij is voldoende ontwikkeld, iets neerwaarts in bouw. Het hoofd is voldoende sprekend, de hals heeft voldoende lengte en is verticaal gesteld. De hoofd-halsverbinding is wel wat zwaar,
De ruglendenen zijn voldoende sterk en aangesloten. Het kruis is wat hellend en zou wat meer lengte mogen hebben. Kwaliteit beenwerk is voldoende. De voorbeen- en achterbeenstanden zijn correct en is voldoende lang gekoot. De stap mist ruimte. Is wel actief, zou iets meer door het lichaam mogen stappen. De draf maakt hier houding. Voldoende ruimte. Hij zou iets meer souplesse mogen tonen. En het achterbeen iets meer onder mogen treden. Vandaar een tweede premie vandaag. Daan hier bij de uitslag van nummer 26. Dit veulen wordt vandaag beloond met een tweede premie. Het is een Matisse Maltonius. Het veulen is voldoende lang gelijnd, is ook voldoende ontwikkeld, zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. De hals is voldoende verticaal
zou iets langer mogen. Even een mooie schouderligging, ligt er mooi schuin in. De rug is voldoende, de lendenen zouden iets mooier aan mogen sluiten. De kruis is wat aan de korte kant, maar de ligging is wel correct. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, stand voorbeen en achterbeen zijn correct. De stap is actief, er mag wat meer uit het schouder stappen en zou iets meer door het lichaam mogen stappen. De draf is voldoende ruim, voldoende takt en souplesse. Zou wel wat meer mogen reizen in het front, maar wel veel buiging in het achterbeen. Vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium. Dan hier bij de uitslag van nummer 27. Dat is een jonge ulbe uit een vabermoeder. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Veulen doet wat beknopt aan. Wel voldoende ontwikkeld. Iets neerwaarts in zijn bouw.
Hoofd is voldoende sprekend. Hals zou wat meer lengte mogen hebben en is iets horizontaal aangezet. Hoofd-halsverbinding zou iets lichter mogen. Het kruis is wat kort en hellend. Het beenwerk is voldoende droog. De beenstanden zijn verder correct en is mooi lang gekoot. De stap is ruim, stakmatig, voldoende door het lichaam. Het draf zou wat meer ruimte mogen hebben, blijft die wat op de voorhand. Het is wel takmatig, maar mist daarin wat schakelende vermogen. Vandaar vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. Dan hierbij de uitslag van nummer 28, de Beert Maurijnder. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie. Het is een hoogbenig veulen, voldoende lang gelijnd, is goed ontwikkeld en heeft ook voldoende luxe. Het rastype is voldoende, het hoofd is voldoende sprekend. De hals heeft wel veel lengte, is iets horizontaal aangezet. De schouder ligt er mooi schuin in. Bovenlijn is voldoende, kruis iets hellend, wat kort. Kwaliteit beenwerk is mooi droog en mooi hard. De standen zijn verder ook correct. De stap is ruim, is actief en stapt ook goed door het lichaam. Het draf, dan zou hij wat meer ruimte mogen laten zien. Laat wel souplesse zien en wat veer. Maar daar mag hij wat meer afdruk in het achterbeen tonen. Vandaar een tweede premie. This foal gets a second premium today.
hij goed? Net zo ontspannen als Via. Ja, Via die vindt ook allemaal ook mijn bar spannend, toch? Het ziet niet zo spannend uit. Is het draag? Is het draag? Nee, maar dat is een keuze. Ik hoop zo erg eerst. Misschien maakt hij er nog wat van. Nee. Loopt hij goed? Stapt hij goed? Allemaal bij. Was een hoofdwaarde. Maar misschien als je straks gedraafd hebt, dan was dat nog een keer op de stap. Hier gaan ze draven. Oh, dat is een stap naar galop. Dan doen ze dat nou. Kijk, dit is natuurlijk een vier. Dan hierbij de uitslag van nummer 32, de jonge Nane Kirbente. De veulen krijgt vandaag een tweede premie. Het is een veulen die mooi in verhoudingen staat, is goed ontwikkeld, staat goed in het rastype, heeft een sprekend hoofd. De hals is lang en is verticaal gesteld. Hoofd-halsverbinding zou misschien iets lichter kunnen. De bovenlijn is verder correct. De kruis is lang, ligt er ook goed in qua ligging. Kwaliteit beenwerk is hard en droog. De standen zijn verder correct. Ja, in stap, dan mist hij toch wat de ruimte. Dan mag het achterbeen ook wat sneller ondertreden. De draf is wel voldoende ruim en takmatig. Maar daarin mist hij toch de oprichting en het schakelend vermogen. En mede door zijn goede bouw en zijn goede beenwerk krijgt het veulen vandaag een tweede premie. This foal gets today a second premium. Thank you.
daar, hop, 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 daar, hop. Dan hier bij de uitslag van nummer 30, het Tjebbe uit een Tjerk moeder. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie. Het is een veulen met een luxe uitstraling, is lang gelijnd, is goed in verhouding. Het is mooi evenredig gebouwd, vooral in rastype, het heeft een heel mooi hoofd, het is een chique verschijning wat dat betreft. De hals is ook lang en heeft een goede vorm. Rug en lendenen zijn voldoende sterk en aangesloten. Kruis is lang en heeft de gewenste ligging. Kwaliteit beenwerk is ook droog en hard. De beenstanden zijn verder correct. Achterbeen is ietsjes gehoekt. De stap, ja, het zou iets ruimer mogen. Het achterbeen is wel actief en sluit goed aan. De draf, ja, dan maakt hij veel ruimte. Zou misschien een fractie meer mogen reizen in het front, maar hij heeft wel heel veel buiging in het achterbeen en ook, toont hij ook veel souplesse. Vandaar zeker gezien zijn mooie rastype en ook zijn goede draf een eerste premie.
Dan hier bij de uitslag van nummer 33, de Johannes Malandries. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie. Het is een veulen met een luxe uitstraling, voldoende lang gelijnd, goed ontwikkeld. Het hoofd zou misschien iets sprekender mogen, daarentegen is de hals wel voldoende lang en mooi gevormd. Bovenlijn is ook correct, goede kruisligging, goede lengte daarin. Beenwerk is voldoende hard en droog, de beenstanden zijn verder correct. Ja, de stap, daar mist hij wat de ruimte. Het is wel actief en voldoende takmatig, maar vooral de ruimte daarin zou je wat meer mogen nemen. De draf heeft een iets hoger ritme, daar heeft hij iets moeite met schakelen. Het is wel voldoende ruim en voldoende takmatig. Maar voornamelijk vanwege zijn goede bouw en zijn goede ras vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. Dan hier bij de uitslag van nummer 34, dat is een jonge Omer Malheidse. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie. Het is een veulen die voldoende in verhouding is, ook voldoende ontwikkeld is. Het hoofd is voldoende sprekend, de hals zou wat meer lengte mogen hebben. De hoofd-halsverbinding is ook wat zwaar, het zou wat lichter kunnen. De rug en lendenen zijn verder correct, de kruis is iets kort en hellend. Kwaliteit beenwerk is voldoende, voorbeenstand is correct, achterbeenstand is wat meer gehoekt dan gewenst. De stap is ruim, is takmatig, goed door het lichaam, het achterbeen sluit erbij ook goed aan. De draf heeft hij wel ruimte en maakt hij ook wel wat houding, maar daarbij zou het achterbeen wat sneller en wat verder mogen ondertreden.
Maar mede dankzij zijn goede stap krijgt hij vandaag een tweede premie. This foal gets today a second premium. Dan hier bij de uitslag van nummer 35, de jonge Johannes Malt-Jalbert. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie. Het veulen is voldoende ontwikkeld, iets neerwaarts gebouwd. Het hoofd is voldoende sprekend, de hals is lang en voldoende verticaal gesteld. De bovenlijn mag in totaliteit iets sterker, het kruis is iets hellend. Kwaliteit beenwerk is voldoende, het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen in fractie gehoekt. De stap is actief, voldoende ruim, is goed door het lichaam en heeft ook voldoende tak daarin. De draf is ook voldoende takmatig, heeft ook voldoende zweefmoment. Het is voldoende ruim, maar daarin zou je wel iets meer mogen reizen in het front. Vandaar een tweede premie vandaag. This foal gets a second premium today.
Dan hier bij de uitslag van nummer 37, de jonge Ulbe Malcialle. Veulen krijgt vandaag een eerste premie. Veulen is goed in verhouding, een mooie luxe verschijning. Is voldoende lang gelijnd. De romprichting is horizontaal, dus ook positief. De hof is voldoende sprekend. De hals is lang en staat mooi verticaal gesteld. De hof-halsverbinding is ook mooi licht. De bovenlijn is voldoende sterk. Lenden sluit ook goed aan. Kruis is correct, heeft een mooie lengte. Kwaliteit beenwerk is heel mooi droog en heel fijn. De voorbeenstanden zijn gewoon correct. De stap, ja, is voldoende ruim, is actief, is takmatig. Het achterbeen sluit daarbij ook goed aan. De draf mag misschien wat ruimer, maar heeft wel veel veer, veel souplesse. Het maakt mooi houding en toont veel afdruk in het achterbeen. Dus vandaar. Over de hele linie gezien, mooi veulen en verdient een eerste premie. This foal gets today a first premium.
Dan hier bij de uitslag van nummer 38. Dus een jonge Wiemermal Rindert. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie. Het is een voldoende ontwikkeld veulen. Het hoofd is wel voldoende sprekend. De hals is wat kort, maar wel voldoende verticaal. Hoofd-halsverbinding zou ook wat lichter mogen zijn. De schouder heeft verder een correcte ligging. De ruglendenen, dus de totale bovenlijn, mag iets sterker. De kruis heeft wel lengte, maar is iets hellend. Beenkwaliteit is voldoende. Voorbeenstanden zijn correct. Achterbeenstand is iets gehoekt. Stap is wel actief, maar mist daarin wat de ruimte. De draf, ja, daar heeft hij wat hoog ritme. Daar mist hij ook wat de ruimte, maar is daarin wel voldoende takmatig. Ja, maar mede gezien zijn rastype vandaag toch nog een tweede premie.
Dan hier bij de uitslag van nummer 16. Dat is een Matthijs Malchipke. Het Veule krijgt vandaag een tweede premie. Het Veule is goed in verhouding. Is hoogbenig. Is horizontaal gebouwd. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is voldoende lang en staat verticaal. De bovenlijn is ruim voldoende. De kruis, de ligging is correct. Zou misschien iets meer lengte mogen tonen. Voorbeenstand is correct. Achterbeenstand is iets gehoekt. De stap, ja, is ruim. Veel afdruk. En stapt ook wel goed door het lichaam. De draf is voldoende ruim. Maar mist daar toch wel wat de souplesse. En blijft daarin wat neerwaarts. Dus zou wat meer oprichting mogen tonen. En mede door zijn goede bouw en zijn goede stap vandaag een tweede premie. This foal gets a second premium today. We sluiten deze keuring af met drie Veuleboekmerries. Die kunnen vandaag aangeboden worden en de enige twee mogelijkheden die we hebben is al dan niet in het stamboek opgenomen. Voor ons hebben wij nummer 39, een jonge Chipke. Jong is in dit geval 14 jaar oud, met een veule aan de voet. Dus ze staat er in een mooie conditie voor. Rastype is voldoende, heeft voldoende behang. In de bouw een mooie schuin geplaatste schouder. We zouden alleen wat meer lengte in het kruis willen zien. De stap is voldoende lang, maar zou meer kracht mogen vertonen. De draf is voldoende ruim, zou ook daarin wat meer vanuit achteren aan mogen treden. En wat meer souplesse mogen tonen. Maar het probleem voor deze merrie zit helaas vandaag in het beenwerk. Kwaliteit van het beenwerk, met name de linkerachtersprong, is niet voldoende voor stamboekopname.
Ja, en zoals gezegd, de mogelijkheden hebben we al dan niet in het stamboek opgenomen te worden. En voor deze nummer 40 geldt dat vandaag wordt in het stamboek opgenomen. Een hele rastypische merrie, correct van bouw, zou iets hoogbeniger mogen zijn. Kwaliteit beenwerk is voldoende. Een ruime, makkelijke stap. Een taktmatige draf waarin wat meer reizend vermogen gezien mag worden. Maar zoals gezegd, de optie is al dan niet stamboek en vandaag stamboek voor nummer 40.
En het laatste paard vandaag alweer op deze keuring, nummer 41. Ook zij wordt in het stamboek opgenomen. Scoort voldoende op rastype. In bouw zouden we graag iets meer opwaarts willen zien. En ze is wat strak op de lendenen. Kwaliteit van het beenwerk is mooi droog. We zouden wel graag wat grotere hoeven willen zien. In de stap bleef ze wat kort, maar wel voldoende krachtig. En de draf met een beduidend betere tweede ronde zagen we een actieve draf, voldoende krachtig, maar zou wat meer opwaarts mogen draven. Dus zoals gezegd, voor nummer 41 vandaag ook stamboekopname. Organisatie, deelnemers, accommodatie en u als belangstellende heel erg bedankt. En hopelijk tot de volgende keer. Ja, dames en heren, dan zijn we gekomen aan het eind van de veulenkeuring. En de rubriek opname in het stamboek voor driejarige veulenboekmerries. Ik wil de jury van harte bedanken. Compliment voor het commentaar wat gegeven is. Goed te volgen, duidelijk, positief en opbouwend. Daar kunnen we wat mee. Complimenten. Complimenten aan Ingrid voor de foto's en ook dank aan Adriaan voor het filmen. Het is iets langer uitgelopen. Ook dank aan de Beemster Ruiters en aan u voor uw aanwezigheid. En graag tot de volgende keer. Dank u wel.